Welkom bij deze korte lessenreeks van Studium Generale Artes en Mr. Motley. Land. Land is het thema waar in afgelopen jaar met vele mensen is gedoken, want op land is ook water. De website staat boordevol materiaal rondom dit thema. Deze lessen zijn dus om je een beetje op weg te helpen. Ze vormen een selectie om in het onderwerp te komen, maar je vooral aan het denken te zetten tot meer zien, lezen, scrollen, denken en maken. Ons doel is dat er meer aan het werk wordt gegaan met de inhoud van land en dat ook gezien en gedeeld wordt. Dit is dus een uitnodiging aan jou. De opbouw van de lessen ziet er als volgt uit. Je overweegt het land, te vinden in de vorm van deze drie video's. Daarin kom je tegen wat je kunt verwachten, wat je vooraf moet weten van het onderwerp. En wat het je kan bieden. Daarna kun je de stap maken naar je loopt op land. Deze kun je vinden in de vorm van tekst bij de video. Hierin vind je suggesties voor verdieping en verwerking gericht op de eigen kunstpraktijk of eigen praktijk. Ze zijn opgedeeld in lees, kijk, maak en denk. De laatste stap is je staat op land. Inmiddels heb je het een en ander gemaakt. En dat is te verzamelen op de website of uit te wisselen op een later moment. De zogenaamde Studium Generale Community. Deze bijeenkomsten moeten nog worden geprikt. Maar daarin maken we gemaakt materiaal uit. En zullen we met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp. Maar wat wordt u bedoeld met het thema land? En waarom de keuze voor dit thema? Tot aan de romantiek is natuur nooit het onderwerp van het kunstwerk geweest. Vanaf de romantiek kan natuur niet alleen het onderwerp zijn, maar zijn wij, de mens, ten opzichte daarvan nietig. Land is iets ongrijpbaars, iets dat ons overstijgt, dat groter en zelfs subliem kan zijn. Tegelijkertijd wordt die natuur wel door de mens waargenomen en verbeeld. Het ik is erin aanwezig. Echter is de omkering vanaf dat moment ingezet, want de behoefte van de mens is toch te willen begrijpen, te willen doorgronden en bevatten. En is inmiddels duidelijk dat we ons bevinden in het tijdperk van het Antropoceen. Het tijdperk waarin natuur artificieel is geworden en waarin producties die de mens heeft voortgebracht, zoals plastic, terug te vinden zijn in het land dat ooit van niemand was. Het is het onofficiële tijdperk van de mens. Het tijdperk waarin menselijke activiteit een significante impact begon te hebben op het klimaat en de ecosystemen van de planeet. Maar wanneer begon dat? Ten tijde van de eerste atoombom, ten tijde van de eerste industriële revolutie, omstreeks 1800, of het moment dat de eerste menselijke steen met daarin plastic deeltjes werd gevonden. Wanneer vond de mens zich voor het eerst terug in het land? Wanneer begon de omkering dat de mens niet langer leefde in het land, maar van het land? En kunnen we dat dan ook nog de beschaving noemen? Vraagt ook Pierre Charbonnier zich af. In het essay Onpeilbaar van Fiep van Bodegom, een van de inleidende leesteksten, schrijft ze: niets in de natuur is privé. Omdat het van ons allemaal is? Omdat het van niemand is? Hoe past het begrip eigendom in land? Privé. Filosoof Henk Oosterling laat ons zelfs weten dat we het woord privé best kunnen afschaffen, omdat het eigenlijk niet meer bestaat. We zitten zelfs met onze telefoontjes op de wc. Tja, en dan hebben we het bezeten. Kijk eens naar het werk van Maarten van den Einde, The Globe genaamd. 8,5 diameter afval. Mr. Motley en Studium Generale hebben land niet voor niets als onderwerp gekozen. Het woord is rijk en bevat vele betekenislagen. Welk land? Wiens land? Waarom land? Van wie is het land? Ik denk aan de opwarming van de aarde. Ik denk aan La Palma. Ik denk aan het nieuws waarin olifanten zijn geëvolueerd tot wezens zonder slagtanden, om zich zo tegen de stroperij te kunnen beschermen. Deze dieren zijn niet de eerste die door toedoen van de mens zich gedwongen zagen te evolueren. Het roept de vraag op waarom wij mensen zo hopeloos achterblijven. Wanneer wij evolueren tot wezens die zonder fossiele brandstoffen kunnen, zonder massaconsumptie en de massale uitputting en verwoesting die erop volgt. Wie stopt er nog sokken? Zoals deze gemaakte eilanden in Dubai.
Zij herinneren ons aan het vermogen van de mens om alle obstakels te overwinnen om mensgemaakte wonderen te creëren. En die gaan gepaard met hoge kosten. De bouw van de eilanden heeft de kustgrond van Dubai uitgehold. Veranderende golfactie en sedimentatiepatronen en andere natuurpatronen die gepaard gaan met ecologische schade en milieuproblemen op de lange termijn. Even een stukje daaruit, van de Heart of Europe. Hi, I'm Angelina Lazar, Senior Ambassador for the Middle East of the Circle of Beautiful People and Praetorian Elite. Welcome to the Heart of Europe in the center of Dubai, where we have the first six islands of 300 world islands dedicated to Europe, where they are the first residential habitats, luxury resorts where you can live, where we have floating villas, we love to call seahorse, the first of its kind in the world. We have 90 in this phase on the island of St. Petersburg in the heart of Europe. And then we have the island of Sweden with 10 ultra luxurious five-story mansions, absolutely beautifully furnished by Bentley, with your own private beach, free zone and free hold. So not only do you own the mansion, you own the beach, and not only you, but your children and children's children. Here we have Switzerland, where you can have your wonderful cappuccino amidst the snow falling. The very first climate controlled area in the world. Whenever the temperature rises above 27 degrees, the snow will start to fall. We also have Germany with exotic villas as well, and a beautiful lagoon and sea view. We also have the Grace Hotel, ultra exclusive seven-star luxury hotel. We have the honeymoon suite above the sea, an absolutely exceptional way to celebrate that special night. But what is most fascinating regarding Seahorse is that your bedroom will be underneath the water amidst the most beautifully colored coral reef, colored fish, and exotic marine life. Your bathroom as well. While you enjoy an aromatherapy bath amidst candlelight, you can enjoy all the fish swimming to your view. We have a few more of these available, and this is an offer exclusively for the Praetorian elite of the Circle of Beautiful People. Here we have a five-star luxury family hotel with a whole lot of fun. On this side here, we also have a non-stop party hotel 24/7 for all of you singles out there who love to party. Welcome to the heart of Europe for the Circle of Beautiful People in the center of Dubai. Nou, wie wil dat dan niet? Ongerepte natuur, eindeloze natuur, schone natuur, onuitputtelijke natuur, climate control, wie droomt er niet van? Natuur is een uitvinding waar we onze ideeën, dromen, gedachten en kunsten over hebben gevormd. Maar bestaat het binnen de constructie die we ook hebben gecreëerd, waarin er eigendom is, afval weg is en we niet weten hoe samen te leven met dit land? Australische filosoof Gay Hawkins heeft het over presentism, ofwel een soort verheerlijking, waarin we een overdreven aandacht hebben voor het heden, met als gevolg daarvan een gebrek aan aandacht voor de tijd die nog komen gaat. En ja, dat maakt dus eigenlijk dat we de continuïteit tussen verleden en toekomst, dat die verbloemd wordt. En dat is het kenmerk van onze wegwerpmaatschappij. Dus vooral kijken naar korte termijn aspecten en niet de lange termijn. Tja, kunst alleen zal de wereld niet redden, maar vragen kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers en filosofen zich af, hoe kunnen we andere verhalen vertellen en verbeelden we dan het voor de mens dodelijke, een eindige narratief van het antropoceen? Hoe kunnen wij ons als mensen anders verhouden tot niet-mensen, planten, dieren, landschappen, microben, etc.? Maarten van den Einde suggereert in The Power of None, dit werk, dat het computerbrein of voorheen menselijk brein zich oplaadt aan microalgen. Existentiële vragen in een mogelijke nieuwe tijd. Welkom bij Land. Dit was les 1.